Ik ben blij dat we over basisbanen hier gaan spreken. Groningen is ook een mooi voorbeeld. Er zijn veel meer voorbeelden in ons land. En ik verwijs u dan ook naar het Movisie-rapport over waardevol werk. Rembrandt de Vries, kaderlid FNV Almelo. U heeft in het politiek beraad ingesproken. Wat wilde u duidelijk maken? Ik wilde duidelijk maken het standpunt van de FNV ten aanzien van basisbanen. De FNV is niet tegen basisbanen, maar wil wel een aantal criteria hebben. En die komen niet helemaal overeen met wat dus in Groningen bijvoorbeeld gebeurt. Wat zijn basisbanen precies? Eigenlijk heeft niemand een goede definitie daarvan. We hebben gewoon een probleem dat er te weinig banen zijn voor een heel aantal mensen die graag wel willen werken en ook wel kunnen werken. Daar moeten we voor zorgen dat die banen er komen, omdat we zien dat dus die doorstroming, wat de bedoeling was van de participatiewet, door te stromen naar het reguliere bedrijfsleven, stopt. Dus we moeten kijken naar andere banen voor de mensen die nu aan de kant staan, maar wel graag willen werken en ook kunnen werken. Wat zijn dit soort basisbanen anders dan de oude melkertbanen? Een aantal verschillen, zoals wij als FNV er tegenaan kijken. Wij zeggen, er is de mogelijkheid om op een aantal terreinen laaggeschoold werk te creëren. Dus het zijn niet allemaal melkertbanen. Was iets van, nou, ik heb nog iets nodig, daar zet ik maar iemand neer. Ik heb nog een conciërge nodig, ik chasseer wat. Maar hier gaat het om, hoe kunnen we in de toekomst zien, waar zijn dus de problemen, waar heeft men veel laaggeschoold werk voor. En dan moeten we nu al zorgen dat die mensen die laaggeschoold zijn, met minder arbeidsproductiviteit, daar naartoe gaan. Want als we daar op wachten, dan nemen anderen die banen in. Waar doe ik dan op? Bijvoorbeeld, we blijven allemaal langer thuis wonen als ouderen. Daar gaat een heleboel werk zitten, want dat kan niet alleen in de zorg, er komt een heleboel dingen eromheen. Mantelzorgers verdwijnen, hoe gaan we dat opvullen? We hebben bijvoorbeeld circulariteit. Circulaire ambachtscentra zijn er in het land al. Daar heb je een samenwerking tussen de verschillende partijen die ermee bezig zijn. Kringloopwinkel, repaircafé, dat soort zaken. Hoe ga je die oppakken? Daar zit veel werk. Dus wij zeggen gewoon te kijken aan nieuw werk. Dat is de essentie. Nou heeft u als FNV Almelo ook bepaalde wensen. Wat kan er volgens u in Almelo anders of beter op het gebied van basisbanen? Ik heb ook aan het eind van mijn inspraak gezegd van, wij moeten nu aan de slag. Dat betekent eerst, ga eens inventariseren. Er zijn een heleboel verschillende soorten banen voor mensen die laag opgeleid zijn. Twee, ga eens kijken naar die sectoren die ik genoemd heb, hoe je daar een push aan kunt geven, zodat daar banen komen. Drie, ga kijken waar zijn de sociale ondernemingen. Bijvoorbeeld een Cycloon, wat zou die kunnen doen bij het opzetten van een hub. Het circulair ambachtscentrum, daar kun je zo snel mogelijk van de grond tillen. Allemaal dat soort dingen. Inventariseren, zoeken partners, aan de slag. Dus in feite, als ik u goed begrijp, niet mensen naar banen brengen, maar de banen naar de mensen toe. Eerst zorgen dat de banen komen, nieuwe banen, en daar dus de mensen bij zoeken ook. En dus ook zorgen, als ze nog niet geschikt zijn, hoe kunnen we ze dan geschikt maken? Maar het gaat vooral om die mensen die nu wel willen en geen baan kunnen vinden. Dus gewoon de handen uit de mouwen? Ja, en nu al, vandaag. Dank u. Oké. Nou, keurig.